begonnen. Vinga van Mechelen, 2-2 gelijkspel thuis tegen Genk. Een beetje zuren gelijkspel? Ja, ik denk het wel. We hebben net in de kleedkamer de tweede goal terugbekeken. En daar zijn toch een paar foutjes die fout gaan en niet gezien worden door de scheidsrechter. Dat vind ik wel jammer. Ja, het is, er was wel commotie rond een overtreding en buitenspel. Ik weet niet wat het juist was. Ja, inderdaad. Het was offside en een fout op de keeper, jammer genoeg. Maar ja, dat is voetbal zeker. Maar het begint een beetje moeilijk te worden omdat het elke week wel zo is. Om het over de wedstrijd te hebben, achteraf gezien is het misschien wel elke helft dat jullie hadden. Genk was heel sterk in de eerste helft, daar hadden jullie het misschien moeilijk mee. De tweede helft was dan de omgekeerde wereld. Ja, inderdaad. We hebben de rust een beetje bijgestuurd en dat was de juiste beslissing. En we hebben de tweede helft wel goed doorgedrukt. Ik denk dat we nog een paar kansjes hebben gekregen die altijd binnen moeten, dus wel jammer. In de eerste helft scoor je een Olympisch doelpunt. Ik weet niet, is het de eerste keer? Nee, ik heb het dit seizoen nog gedaan op Zulte. Maar ik analyseer altijd hoe de keepers staan voor de wedstrijd. Dus ik wist wel dat het een mogelijkheid was. Met die 13e doelpunt kom je mee aan de leiding in de topschutterstand. Is dat een doel aan het worden dit seizoen? Oh, nee, niet echt. Dat is geen doel, maar dat is wel leuk meegenomen. Ik ben een middenvelder, geen aanvaller. Dus dat is wel mooi meegenomen, ja. In de tweede helft, je zegt het zelf al, jullie hebben eigenlijk heel grote kansen. Het is dan toch, ja, de bal valt dan net niet goed of de keepster staat goed in de weg. Waar ging het juist fout aan?
Ja, ik denk gewoon de efficiëntie. Als je ziet, zij komen één keer aan de goal en ze scoren. En dat hadden wij niet, dus dat is wel jammer. Maar ja, we gaan blijven werken en we proberen stappen te zetten elke wedstrijd. Maar die kansjes moeten er wel in volgende wedstrijden. Wat is jullie doelstelling in play-off 1? Want die komt alsmaar dichterbij uiteraard. Wat willen jullie daarvan van rol gaan spelen? Gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken en de ploegen die nu in de top 3 staan moeilijk proberen maken.